Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren, over de Ortur Laser Master 3 en in zijn algemeenheid ook überhaupt over het project over het laseren van witte badkamertegels met zwarte verf bespoten. Ik was gisteren regelmatig te gast in Westervoort bij een bedrijf met lasers. En daar staat een Mopar Fiber Laser. Dat is een laser die metaal van kleur kan voorzien en alles. Maar daar kun je ook andere dingen mee. En ik voer de tests uit vooral bij hen. Hè. Zij hebben niet al te veel tijd om heel erg veel dingen uit te vinden. Om te experimenteren. Dat soort dingen doe ik bij ze. En gisteren had ik me het idee opgevat om een tegel zwart te schilderen. En ze hadden al in glossy verf staan. En ik daar een foto bewerkt. En die foto vervolgens in klein, want het was maar een klein stuk tegel. Ik had geen hele tegel. En die vervolgens geschilderd. En ik was verbluft van het resultaat. Werkelijk ongelooflijk mooi. Dit is een hele sterke laser, dat zeg ik gelijk. Dus ik weet niet of ik dat kan reproduceren met die Ortur Laser Master 3. Maar ik ga het wel proberen. En wat we vandaag gaan doen. We gaan dus een tegel zwart schilderen. Niet één, we gaan er meerdere doen. En in dat verhaal gaan we dan die tegels van foto's voorzien. Waarom twee tegels? Ik begin eerst met een tegel waarbij ik zal moeten gaan uitvinden van wat is nou de juiste snelheid en de juiste power om dat te doen. Daartoe heb ik, en dat zullen we zo meteen gaan zien, een foto bewerkt in een programma dat heet Imager. Die foto heb ik klein gemaakt, 4x4 centimeter. En ga ik met 9 verschillende settings op die tegel laseren. En kijken van wat komt daar nu het beste uit. In die video ga ik ook, en dat had ik in de vorige video al aangegeven, wat antwoorden geven op vragen. In dit geval met name op de vraag van iemand die vroeg van hoe zit het met hout laseren, hoe kan ik foto's op hout laseren. En toen heb ik gezegd van je zult zelf moeten experimenteren. Je zult zelf moeten uitvinden voor jouw laser. Want ik kan dat niet, want mijn laser is niet jouw laser. Enzovoort, enzovoort. Maar je kan wel iets doen natuurlijk. Je kan dus zeg maar zo'n test doen. Van welke power en settings. En daarnaast kan je nog zeg maar ook nog eens een keer diezelfde foto. Als je dan de juiste settings gevonden hebt. Hè. Stel dat zijn settings nummer 7, ik noem maar even wat. Hè. Dan kan je met settings 7. En als je die foto nou niet in Imager zou bewerken. Maar je zou hem gaan bewerken in Lightburn zelf, dan kan ik 10 verschillende methodes kiezen, zoals Jarvis en Stucky en grijswaarde. En wat nou dan leuk is, vind ik zelf altijd, en dat heb ik zelf wel eens gedaan, dat is echt heel leuk, is datzelfde fotootje met diezelfde settings van snelheid en power, maar wel allemaal met allemaal een ander. Hè? De ene met Jarvis, de andere met Stucky, dan met drempelwaarde, dan met krantenpapier. Nou, en dan te zien, wat geeft nou het beste resultaat? Als je die twee testen hebt uitgevoerd voor hout, ja, dan weet je A welke settings en B welke foto-instellingen je wilt gebruiken in Lightburn. Tenminste, als je hem in Lightburn bewerkt hebt. En je kan hem ook in een Photoshop of in een fotobewerkingsprogramma bewerken. Maar je kan het dus ook doen op een website als imager.com. Vandaag ga ik imager.com gebruiken. Ik ga je dus niet laten zien hoe je die foto's op Jarvis, maar ik kan dat wel heel kort even straks in Lightburn aanstippen hoor, met waar je dat kunt vinden. Als het een beetje mee zit, ga ik ook nog even laten zien hoe dat zit met het framen van je object. Want ook die vraag heb ik een keer gehad en heb ik die vraag ook gelijk meegenomen. En als eindtotaal willen we natuurlijk een leuke foto op een tegel hebben. Waarschuwing vooraf. Je ziet in meerdere projecten van mij witte tegels gebruiken met witte verf eroverheen. En dan moet je na afloop de witte verf verwijderen met aceton of met alcohol. Simpelweg omdat op dat moment er een een chemische werking plaatsvindt tussen de verf en de glanzende lagen bovenop de tegel. Dus het is dan ook zo dat datgene wat je gelezen hebt, krijg je er niet meer af. Dat moet je echt, dan moet je tegel kapot slaan, dat is dat simpel. In dit geval niet. Dus in dit geval op de tegel vervolgens aceton gebruikt wordt, of verfverdunner, of weet ik wat dan ook, dan is je foto footsie bang. Heeft ook alweer een voordeel, kun je de tegel opnieuw gebruiken. Ja? Dus als je dit wil doen en je wil zo'n tegel maken, dat is hartstikke mooi, maar ga er niet met verfverdunnende middelen op werken, want dan is je afbeelding naar de malle moer. Oké, we gaan deze video in. Alvast heel veel plezier. Goed, lieve mensen, hier hebben we de twee tegels.
Het eerste wat we gaan doen, we gaan die tegels even schoonmaken met een beetje alcohol of glasreiniger, mag ook. Maar dat ze vuilvrij zijn. Dat is één. Zo, dat hebben we gedaan. We laten dat heel even drogen. En dan kunnen we ze inmiddels met zwarte verf gaan besproeien. Normaal gesproken, ik zei al, dat was glanzende verf wat ik gisteren gebruikt heb in Westervoort. Ik heb op dit moment alleen mat. Mat kan ook. Heeft, natuurlijk, je foto ziet er iets wat anders uit daardoor. Maar niet heel veel anders dan dat je glanzende verf gebruikt. Ik hoop dat hier voldoende in zit, anders moet ik een nieuwe bus pakken. Maar goed. Nou, moeilijk hè, dat zie je. Alhoewel, het hangt ook een beetje van de richting af. Zorg even dat je in feite er een redelijke coating op hebt. Niet extreem. Oké, dit moet het doen. Er zit ook niet veel meer in de bus. Maar dat hoeft ook niet. Oké, dit gaan we laten drogen. En van daaruit gaan we zometeen eerst maar eens naar Lightburn om te kijken van hoe maken we dan uiteindelijk zo'n systeem waarin we 9 foto's te zien gaan krijgen. Om te beginnen, er zijn dus meerdere mogelijkheden om je foto te bewerken. Je kunt daarvoor een fotobewerkingsprogramma gebruiken zoals Photoshop of Adobe. En zo zijn er nog wel meer. Inkscape, ook een voorbeeld. Je kunt ook gebruiken de functies in Lightburn zelf. Zeker mogelijk. Alleen hebben we daar dus te maken met die 10 verschillende mogelijkheden. Ik zal het straks even laten zien hoe dat eruit ziet. Ik gebruik echter een website, een gratis website. Vandaag ook de reclame die je ziet. www.imag-r.com. Ik zal dit ook onder de video, zal ik de link naar deze website plaatsen. Wat ik ga doen, ik heb al een foto, die ga ik uploaden naar imager.com. Als ik naar beneden scroll in Imager, ga ik even doen, dan krijg ik hieronder dat het bestaat in feite uit 6 stappen. Nou, we zien er 7, maar die restart is niet echt een stap. En we gaan ze doorlopen. Waar we mee beginnen is met het foto uploaden. We kiezen een foto met een beetje contrast. Moeilijk, want ik wil eigenlijk een foto van mezelf gebruiken in dit geval. Dus of de foto goed is, dat zal blijken. Dat moet de tijd uitwijzen. Dus ik klik op upload. Ik kan vervolgens gaan kijken naar waar heb ik dan die foto staan. Die heb ik in een mapje staan. Even kijken, een nieuwe map heb ik hem gewoon genoemd. En dan is het deze foto die ik hiervoor ga gebruiken. Je ziet dat Imager aan het werk is. Hier linksboven zie je dat ronddraaiende wieltje. En nu kan ik in Imager naar beneden gaan en krijg ik mijn foto te zien. Voilà, dat ben ik. Het tweede wat ik ga doen, ik ga crop doen. Ik ga zeg maar een stuk uit de foto halen wat ik ga gebruiken. Ik ga niet alles gebruiken. Dus ik pak crop. Ik ga weer even naar beneden, want ik wil beschikking hebben over dat hele scherm. Ik wil hem namelijk vierkant maken. De tegel is namelijk vierkant. Ik ga hem nog niet op maat maken. Dat vind ik nog niet zo. Nou ja, vind ik het interessant. Jawel, ik kan al wel gelijk zeg maar in millimeters gaan werken. Dan ga ik hier die hoogte en breedte invullen. En die hoogte en die breedte, die mag best wel lager komen. Even kijken. Want ik hoef niet zo nodig dat hele bergmassief hierboven te hebben, zeg maar. Laat ik het maar zo zeggen. Zo. Even kijken. Hij is nog niet de juiste maat hoor. Maar hij is vierkant gemaakt.
Want dat heb ik aangegeven dat ik een vierkant wil hebben. Dus hij is nu 894 bij 894. Ik hoef geen ronde hoeken te hebben, want dan ziet die tegel er niet mooi uit. En ik kies uiteindelijk voor krop. We zien hem weer werken linksboven. En vervolgens verschijnt de pagina weer met nu de foto verkleind. Nu gaan we hem een andere maat geven, want ik wil in eerste instantie die foto 9 keer op die tegel hebben. Dus ik ga ze maken 4 bij 4 centimeter kom ik daarbij. Dus ik klik op resize. Ik zet hem weer op millimeters. Nu vul ik in 400. En heel belangrijk, je ziet hier de dpi staan en die staat op 72. Let op, lieve mensen, ik heb in het verleden, niet zo gek lang geleden, al een keer een video gemaakt over dpi. Dpi staat voor dots per inch. In dit geval, een beetje raar, want we praten over het aantal lijnen wat je in 2,54 centimeter kunt doen. Want dat is een inch. Een inch is 2,54 centimeter. 25,4 millimeter dus. Hoeveel lijnen kun je in 25,4 mm doen? Dat is niet onbeperkt, want iedereen zegt van hoe meer dpi, hoe zuiverder die foto. Nou, dat is niet helemaal waar. Je hebt namelijk te maken met de spot size van jouw laser, van hoe dik is jouw laserstraal. Stel dat jouw laserstraal een millimeter zou zijn. En we weten dat 25,4 mm is een inch. Dan zouden er dus 25 lijnen in kunnen. Ja, en dat zou dus betekenen 25 dpi. Ja. Je spot size bepaalt het dus. Nou, ik kan het voor mijn Autolaser Master 2 zeggen. Voor mijn 3 weet ik het nog niet. Ik ga ook niet naar de grens toe dit keer. Maar voor Autolaser Master 2 was dat 0,08 die spot size. En het grappige van het verhaal is dat als je 25,4 mm deelt door 0,08 mm, dan kom je op 317 dpi. En dat is dan ook de maximale dpi die je met jouw laser kunt gebruiken. Ja, dus ja. DPI maakt je foto zuiverder. Hoe minder DPI, hoe slechter die wordt. Hoe meer DPI, hoe beter. Nee, dat is niet waar, want bij 500 DPI gaan die lijnen over elkaar heen laseren. En ga je dus twee verschillende stukken van de afbeelding in één lijn te zien krijgen. En dat is niet echt handig. Ik ga hem zelfs lager zetten. Ik ga hem zetten op, ik ga hem 256 zetten. Gewoon om te laten zien dat DPI 256 nog steeds redelijk is, want we gaan zo meteen namelijk zien hoe dat eruit ziet namelijk. Ik klik op oké en dan krijgen we twee foto's te zien waarbij de linker het origineel is en de rechter ingesteld zoals ik hem nu net ingesteld heb met die 256 dpi. Dat ga ik je laten zien. We zien aan de linkerkant de originele afbeelding en aan de rechterkant de afbeelding bewerkt. Je zult zeggen, je ziet weinig of geen verschil, dat klopt. Want het enige wat we gedaan hebben is een 4x4 gemaakt en dat zie je niet echt hier in het beeld af. Wat we nu kunnen doen, en dat is wel zichtbaar, aan de linkerkant zijn nu dingen gekomen als spiegelen, negatief maken, gamma adjustment, contrast, brightness, sharpen. En we gaan hier die foto iets meer contrast geven. Dus ik klik op contrast. En als ik hem nou 1 verhoog en ik wacht even, en je ziet dat hij nu op 1 staat, dan zul je zien dat die foto nu nieuw is en dus dat contrast toegevoegd wordt. Dus je ziet eigenlijk links het origineel, rechts het resultaat. Oké, contrast heb ik wel aardig verhoogd. Ik ga hem wat verscherpen en dat kun je doen in procenten, en ja, die R-waarde, dat weet ik niet precies, maar ik doe het dus in procenten, dat is het makkelijkste. En ik doe meestal een goede 10%, probeer ik hem te verscherpen. En ik doe apply. Oké. Misschien moet ik de brightness iets omlaag brengen. Even kijken of dat resultaat levert. He, want die achtergrond is tamelijk hel. Oké, ik ga het op deze manier doen. Ik weet niet of het goed is. Een ander die heel erg thuis is met videobewerking zal zeg maar zeggen van ja, maar ik zou dit doen, ik zou dat doen. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik ben daar niet zo goed in en dus laat ik het even hierbij. Dus ik heb geresized. Ik heb inmiddels wat zaken hier aangepast.
tekst ga ik er niet aan toevoegen, ik ga het materiaal kiezen. En dat is een belangrijke, we kiezen met een diodelaser de optie Norton en dan White Tile Painted Black, oftewel witte tegel, zwart geschilderd. Je zult zo meteen zien waarom, hij gaat namelijk die foto in het negatief zetten, dat moet hij namelijk doen, hij moet in het negatief. Ik klik op OK. En hij gaat van die foto een negatief maken. En we kunnen nog steeds aan de linkerkant zaken bewerken als contrast en helderheid en dat soort dingen meer. Zie je dat? Oké. Ja, nee, ik laat het hierbij. En nogmaals, ik ben daar niet zo goed in. Maar je kan dus nog allerlei dingen veranderen. Laatste wat we moeten doen is hem downloaden. Ik download hem als een PNG-bestand. Je krijgt reclame, die kan je wegdrukken. En vervolgens gaat hij opslaan en ik sla hem op in diezelfde map. Dat was de map, een nieuwe map heette dat, heette die map. Even kijken, deze hier. Voilà. En klaar is Kees. En dat is het stukje van Imager. Ik kan nu Close kiezen. Dit is het stukje van Imager, zoals je in Imager een foto kunt bewerken. Goed, lieve mensen, wat ga ik doen? Ik ga beginnen met een vierkant te trekken die de maat heeft van mijn tegel. En die tegel die is 15 bij 15. Ik zet dat vierkant, dat is rechthoek nu hoor, maar die zet ik op een van de toollaren. Dat zijn die laatste twee kleuren hieronder in, T1 en T2. Ik pak T1. Dat wil zeggen namelijk dat als ik nu bij snijden en lagen kijk, dan staat daar dus een hulpmiddel met alleen maar de uitpoot is een kader. Ja. Hij lasert het dus niet. Deze wordt gebruikt voor het framen. Ik ga deze de juiste maat geven. Daartoe klik ik eerst op het pijltje. Dan zien we dat die geselecteerd is. En dan kunnen we hier bovenin de juiste maten ingeven. Nou, en deze tegel is 15 bij 15. Oftewel 150 bij 150. Wat ik ook altijd even doe, dat is meer voor het gemak, voor het uitrichten. Ik zet hem in het centrum van het bed. In mijn geval is mijn laser 400 bij 400 kan hij laseren. En dat betekent dat het centrum 200 bij 200 is. En dan zie je dat hij precies in het midden van de werkplaat zit. Oké, dit is dus mijn tegel. En in die tegel ga ik die foto's plaatsen. Dus ik ga importeren. Ik ga naar die nieuwe map die ik gemaakt had. En we zien daar twee foto's in zitten. Dat is het origineel. En dat is die 4 bij 4 centimeter foto. Dat is degene waar Norton White Tile Painted Black achter staat. Dus ik moet even goed lezen wat er stond. Nou, klik die aan. Ah, dat is niet helemaal correct, hè? Dus hij heeft het duidelijk, 400 bij 400. Ik had natuurlijk 40 bij 40 moeten doen, lieve mensen. Mijn probleem, geen zorg, want ik kan dat hier bovenin weer veranderen. Ik maak hem 40 bij 40. Ik heb dus een fout gemaakt in imager.com. 40 bij 40. En die zet ik naar zijn juiste plek. Vervolgens ga ik die een aantal keren kopiëren. Ja. Ctrl-C, Ctrl-V. Dat wilde die lekker even niet. Ik weet niet waarom. Oh ja, daar is hij. Het duurde even. Ja. En dan ga ik zeg maar dus 9 van die foto's hier in dat vak zetten. Elke foto. Ik zal er even op inzoomen. Deze foto is trouwens beter als de foto die bij mij, want ik had al een file gemaakt hiervoor. Dus ik ga hem aanpassen. Elke foto krijgt zijn eigen kleur. Deze staat op zwart. Deze afbeelding ga ik daardoor op blauw zetten. Zodat we hier aan de rechterkant nu een zwart hebben, een blauw hebben. En zo krijg ik straks dus 9 afbeeldingen. En wat je dan uiteindelijk ziet, is als het ware dit hier. En je ziet dat die foto bij mij hier slechter is. Ik heb geen idee waarom, dus ik ga deze foto's vervangen door de andere foto's. Wat ik gedaan heb, aan de rechterkant zie je dat al die foto's hun eigen kleur hebben. De onderste, dat is die fill, dat is die tekst die hieronder staat, maar daar heb ik de output van uitgezet, dus die wordt niet gelezen. Maar zo weet ik straks welke settings. Ik zal hem heel even aanzetten, dan kan je dat wat beter zien. Dan zie je dat de eerste foto, die heb ik ingesteld op 5000 mm per minuut bij 20% power. Nou, dat doe je door te klikken op die zwarte laag hier en dan die waardes in te voeren. Heel belangrijk is dus snelheid, vermogen. Welke snelheid en vermogen dat voor jou is, dat zul je moeten experimenteren. Ik gebruik nu bijna anderhalf jaar lasers en vrij intensief. Dus ik
werk een beetje op gevoel. Maar het kan best zijn dat ik er helemaal naast zit met deze waardes. En dan moet ik het opnieuw doen, maar dan met andere waardes. Dat is heel simpel. Het zijn niet anders. Nou heb ik deze foto's bewerkt in imager.com. En dat betekent dat ik hier onderin ga zeggen van pass through. Want alle settings die ik wilde, die zijn al gedaan in imager. Ja? Dus ik doe pass through zodat hier niks meer ingesteld hoeft te worden. Maar wat gebeurt er nou als ik dit uitzet? Zo, dan worden al deze functies actief. En weet je dat ik het had over die 10 afbeeldingsmodussen die Lightburn had? Nou, als ik hier bij drempelwaarde klik, dan zie je hier die afdrukmodussen. Eerste wat ik dus doe, is dus een raster maken met 9 foto's met 9 verschillende settings. Om te kijken van welke setting is nou het beste. En misschien moet ik het wel opnieuw doen nog. Om deze foto op dit materiaal te lezen. Dus nogmaals, dit werkt ook op hout zo. Ook op hout. En elke soort hout is anders. Dus als je ander hout gebruikt voor hetzelfde procedé, zul je opnieuw die test moeten uitvoeren. Houd het in de gaten. Dus eerst bepalen welke snelheid en vermogen. En als je dat gedaan hebt, dan ga je gewoon 10 van die foto's op zo'n tegeltje of op dat stuk hout maken. Met alle 10 die verschillende afbeeldingsmodussen die hier gebruikt worden. Nou, als je er nou maar 9 kwijt kunt, want op een tegeltje zal vaak meestal 9 kunnen, zou ik schetsen weglaten. Waarom? Schetsen is er eigenlijk een soort van cartoon van maken. Een soort van tekenfilm. Ja. De andere zijn echt fotowaardes. En ik kan nu op voorhand al zeggen dat de meest voorkomende, dat zijn korrelige weergaven, Stucchi, Jarvis, krantenpapier. Eventueel zelfs grijswaarde, maar ik zeg tegelijk bij dat de winst van grijswaarde, want dat is normaal gesproken de beste beeldkwaliteit, niet zo heel groot is bij zo'n laser. Goed, ik ga voor al die 9 ga ik dus waardes ingeven. En bij mij is dat 5000 naar 20. Ik zal het hieronder, want hieronder kun je het zien. 5000 snelheid, 5000 mm per minuut bij 20 power. De tweede 30 power, de derde 40 power, dan 50 en 60. Dan ga ik, stel dat het toch te snel is, dan ga ik naar beneden. 4000 bij 20, 30, 40, 50 en ik denk dat 60 dan al te veel zal zijn. Maar misschien moet ik hier nog wel omlaag of omhoog. En dat zie ik dus pas op het moment dat ik het lees. Ik zet de fill uit, dat is de tekst die eronder staat. Die hoeft van mij niet gelezen te worden. En dit ga ik dan vervolgens op de laser uitvoeren. Toolpad die eromheen gemaakt is, dat is die rode lijn dus, dat is degene die straks gekaderd wordt. Dus met andere woorden, op het moment dat je wil leren kaderen, is het wel handig om datgene wat je maakt in een kader te plaatsen. Want als we straks dat kader gaan doen op de laser, dan zal hij dat vierkantje wat hij trekt in dit geval. In dit geval is het een vierkantje. Het kan ook een rechthoek kunnen zijn of een cirkel. Dat is dit vierkantje van 15 bij 15 centimeter. En dan met de laser aan op 2%. Zodat we een rood lijntje zien wat vervolgens het object om vierkant in dit geval. Je zou bijna om cirkelen zeggen, maar dat kan niet, want het is geen cirkel. Oké. Ik ga deze foto's nog even aanpassen, want ik vind deze foto's veel slechter dan de foto die ik net had. Ik weet niet wat er gisteren misgegaan is. En daarmee ga ik aan de gang. We gaan zo meteen, zie ik je terug bij de laser. Dan even kort over het framen. Om framen te kunnen laten werken, moeten er wat settings worden gedaan in de settings van Lightburn. We gaan daar bovenin naar het schroevendraaiertje en de steeksleutel. Dat is dit icoontje. Je vindt hem overigens ook terug bij, en dan moet ik even kijken. Ja, bewerken, machineinstellingen, bijna onderaan. Als ik die aanklik, krijg ik dit venstertje te zien. En aan de rechterkant zie je daar op een gegeven moment staan ontstekingsknop van de laser aanzetten. Dus dat moet je doen, die moet groen zijn. En laser on when framing, oftewel dat het laserlampje ook brandt als je aan het framen bent. Ook dat moet groen zijn. Dus aan de rechterzijde, hier zo, ontstekingsknop van de laser aanzetten en laser on when framing. Daarnaast is het dan van belang dat als je straks, en dat is bij verplaatsen, is dat je hier een vermogen instelt. Hij staat bij mij op 2%, hij mag ook op 1% staan. Dat namelijk geeft mij de mogelijkheid om ook hier nog de fire knop te gebruiken. En de fire knop, wat die doet, is op het moment dat ik die gebruik,
laat hij aan de hand van de laser, die met maar 2% laser, dat is dus eigenlijk niks, er gebeurt dus niks op het materiaal wat je aan het doen bent, maar hij laat zien van waar staat de laser nu. Ja? Dus stel je bent aan het framen geweest, je wil zeker weten dat je linksonder op je object staat, dan heb je geframed, dan klik je hier op die fire en dan moet jouw blauwe puntje dus linksonder op je object staan, want dat is wat die fire button doet. Zometeen gaan we zien hoe dat framen er in werkelijkheid uitziet. Zo, als we dan vervolgens de tegel gaan plaatsen op ons werkbed, dat ga ik je zo laten zien. En mijn werkbed heeft een raster, dus ik probeer die tegel precies in het midden te leggen, want ik heb met dat toolpad, dat vierkantje wat ik gelaserd heb, ervoor gezorgd dat het object precies in het midden ligt. En nou komt er een belangrijk verschil tussen de een en de andere laser. U moet echt uw laser heel goed kennen. Want op mijn laser zitten, zoals dat heet, eindstops. Dat wil zeggen, als mijn X of Y as op een bepaald punt komt, dan weet mijn laser dat hij het eindpunt van die as bereikt heeft. Er zijn echter ook heel veel machines die geen eindstops hebben. Geen fysieke, dus echte eindstops. In dat geval mag u nooit terug naar de beginstand met de laser, dus nooit homen zoals dat heet. In mijn geval wel, dus wat ik doe, ik druk hier op de knop beginstand. Daarmee gaat de laser in mijn geval naar de linksonderste hoek van mijn lasergraveren. Als ik dan op kader druk, zal hij naar het midden van het bed gaan, dat is wat we hier gemaakt hebben, en hij zal een vierkantje trekken rondom precies op die rode lijn van die toolpad. Ja. Als u dus geen eindstops heeft, moet u handmatig de laser naar de tegel manoeuvreren en daarop kader drukken om het vierkantje te trekken en hem dan op die manier goed gaan uitrichten. Ik kan u dat niet laten zien, ik weet ook niet precies hoe het werkt, want ik heb nu eenmaal geen machine zonder eindstops. Maar als u eindstops heeft, dan mag u de homing positie gebruiken. Moet u altijd doen voordat u begint. Dus beginstand, dan naar kader. U vindt deze knoppen in het tabblad Laser in Lightburn. We gaan dat op de laser zometeen zien. Ik heb de tegel inmiddels redelijkerwijs gecentreerd. Ik heb mijn kapje eraf gehaald. Dat heb ik bewust even gedaan. Met het kapje erop zie je heel moeilijk waar het laserlampje gaat als je dus gaat kaderen, als je gaat framen. Wat ik nu ga doen, ik ga eerst op beginstand drukken, zodat de laser echt links onderin is. Dat is die al, maar dat ga ik nu doen. Je hoort de laser werken. En nu ga ik tegen hem zeggen, je moet gaan kaderen. En dan hoop ik dat we dat in beeld kunnen brengen. Want ik heb de tegel gekaderd en alvast in het centrum gelegd. Als het goed is zien we dus dat blauwe lampje over die tegel lopen. Het is natuurlijk zaak, want dit is natuurlijk de maat van dat toolpad vierkantje wat we daar gemaakt hadden. Nou, dit zit keurig erop zoals je ziet. Dit is het moment waarop ik tegen de laser kan zeggen van start maar met de laserwerkzaamheden. Ik heb natuurlijk van tevoren gefocust. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te weten dat je dat moet doen. En dat is per laser verschillend hoe je dat doet. Bij deze laser doe je dat met dat kleine pootje hieronder. Oké, we gaan beginnen. Ik ga de behuizing dichtmaken. De luchtafzuiging aanzetten. En dan ga ik starten met het laseren. We gaan straks zien hoe de test eruit komt. Zo, het resultaat is redelijkerwijs binnen. Ik vind het toch nog wat tegenvallen als ik eerlijk ben. Plus wat we zien dat we de rechtsonderste is niet gelaserd. En dat had te maken met het feit dat ik de Otto Laser Master via de wifi liet draaien. En daar waarschijnlijk een kleine hik in gezeten heeft. Waardoor die bijna de achtste klaar heeft gekregen. Dat is deze hier. Maar de negende niet gemaakt heeft. Desalniettemin is deze test wel redelijk conclusief. Alleen, ja, wat is nu het beste? Naar mijn gevoel zou deze waarde het beste zijn. Maar wat ook heel erg duidelijk is, en dat ga ik zometeen eerst doen, is dat ik die foto qua lichtinstelling en qua contrast duidelijk beter moet maken. Het kan ook wel eens zijn dat ik een andere foto ga nemen. Maar ik ga deze waarde gebruiken. En dat is 5000 mm per minuut.
en 50% power. Ik ga hetzelfde proces nog een keer opnieuw doorlopen. Dus in imager.com. Ik ga niet weer 9 afbeeldingen laseren. Ik ga er nu 1 afbeelding van maken. En ik ga proberen een afbeelding te maken met veel contrast. Zometeen, als die gelezen is, kom ik bij je terug om je te laten zien hoe het resultaat daarvan is. Nieuwe foto. In de hoop dat nu de contrasten beter zijn. Ik ben namelijk onverschrikkelijk slecht in een fotobewerking, net als een videobewerking. Deze foto echter bij 15x15. 5000 mm per minuut. En 50% power. En dat dus op deze 10 watt Otto Laser Master 3. Dat gaan we proberen. We komen zo meteen terug bij het eindresultaat. Ja, lieve mensen. Het eindresultaat. Ik ben geen fotodeskundige, ik ben ook geen fotogenie, vooral niet denken. Ik heb veel van het werk wat deze foto toont in image-r laten doen. Link zometeen onder de video. Maar ik denk dat we de snelheid en de power de spijker op de kop geslagen hebben. Geweldig mooi geworden. Ik hoop dat u van deze video ook iets meegenomen heeft en iets geleerd heeft. En ik wens u graag tot een volgende keer. Dag.